Raymond Sender hebben we eerder in het programma belicht. Een ernstig zieke senioren burger. Wij kregen het droevig bericht dat hij er niet meer is. In deze aflevering zijn vriendin die onder meer vraagt om hulp voor de begrafenis van Raymond Sender. Kikkers, wij hadden enkele weken geleden de uitzending gehad over meneer Raymond Sender. We hebben het bericht ontvangen dat meneer Sender er nu niet meer is. En Stephanie is hier om ons een en ander daarover te vertellen. Wanneer is meneer Sender overleden? Iemand heeft me opgebeld. Dat opa is er niet meer hoor. Ik zei, oké. Oké, wacht ik op mijn moeder. Mijn moeder, ik was al gegaan. Ik had die kinderen gelaten voor iemand. Dan ben ik gegaan naar de politie. Maar was die lijk al weg. Zo. Maar wanneer heb je dat bericht ontvangen? Gisteren. Meneer Sender was in het ziekenhuis opgenomen. Wanneer is hij dan ontslagen uit het ziekenhuis? 29, zo. 29 ja. September. Ja, 29. Ik was ook in het ziekenhuis, ook ik kon hem niet nemen. Ze laten ze even wachten. Maar was er iemand toen om hem te helpen? Nee, niemand was er. Hij was alleen in het huis? Ja, alleen. Alleen, ik was hem gaan helpen. Maar ik kon er nog niet zo erg. Wanneer mijn moeder niet komt, kan ik niet gaan om te gaan helpen. Dat. Maar wat is dan nu in feite het probleem? Waarom ben je bij Eventwaren voorkomen? Om laat de mensen me helpen. De familie moet. Ik roep de familie op. Laat die familie komen voor Beramang. En ik kan niet. Ik heb geen geld voor Beramang. Daarom roep ik de familie op. Voor meneer Sender. Roy Sender. Je hebt ook geen contact gehad met de familie na de uitzending? Nee, ik heb geen contact gehad. Daarom roep ik de familie op. Dede namag Mandy. A dede agweba wisfa idwen nee familie. Maar toch, ukon beramang. If no one ko beramang, daarom roep ik. Iedereen kan die me kan helpen voor beramang. Is hij thuis overleden in dat huis? Ja, in dat huis hoor ik dat hij overleden is. Het kan al stinken. Ik was dus alleen ontbinding. Ja. Maar nadat hij ontslagen werd uit het ziekenhuis, ben je niet af en toe gegaan naar het adres om hem te bezoeken? Ja, ik was gegaan. Heeft hij me gezegd dat Stephanie in om tja voor een jaar kon gaan met hem. Dat oké. Dan moet je tja voor een jaar kon gaan. Dan moet je weinig jaar kon gaan. Toch in een jaar. Oké, ja, ik ga het tek me. Die kan tek de sampoeru. Dat heeft hij gezegd. Maar heb je begrepen wie het heeft ontdekt? Wie hem daar heeft ontdekt? Ik hoor kleintjes kunnen daar zo spelen. Dat heb ik gehoord. Kleintjes, hebben ze die deur opengemaakt, hebben ze gezien vliegen in dat huis. Dus de buren is gegaan. De buren is gaan kijken ook. Hebben ze politie aangeschakeld. Zo. Hij wilt uw ex-vriend, die nu overleden is, begraven? Ja, of voor mensen is er om me te helpen. Maar daarom roep ik de familie eerst op. Ik ga niet zomaar wat gaan doen. Maar daarom roep ik de familie op van meneer Sender. Ik de familie kon komen. Wie is van mijn tang? Wie is van mijn doel? Maar ook kombering.